Vandaag ben ik bij Letzelschade-specialist de bureaus. De vorige keer ging het over de vraag of de focus in dat hele proces niet te veel ligt op geld in plaats van op geluk. Komende gesprekken gaan we het hebben over wat er beter kan in de letselschadebranche. Frensie, jij vertelt me steeds dat herstel zo belangrijk is. En we doen dat niet. Waarom doen we dat niet? Nou, we doen het wel, maar we doen het op dit moment vooral achteraf. Dus wij zetten herstel achteraf in eh, als middel om de schade te beperken. En wat is daar mis mee om dat aan het einde te doen? Nou, wat het daar, hele ja, wat daar mis mee is, is dat je daardoor het budget voor het herstel aan het limiteren bent. Geef eens een voorbeeld. Nou, op het moment dat een schade bijvoorbeeld 40.000 euro is. Eh, omdat, eh, dat is een vrij hoge schade, omdat iemand niet meer kan werken, mm -hmm. dan kan het lonend zijn om eh, mensen wel weer aan het werk te krijgen. En Stel dat je als mensen wel weer aan het werk eh, eh, raken, dat je daardoor die schade van 40.000 naar 20.000 kunt krijgen, dan heb je dus een budget van 20.000 euro om dat herstel te bewerkstelligen. Ah, um, Die begrijp ik, maar dat is voor de verzekeraar natuurlijk niet zo interessant. Nou, voor de verzekeraar kan dat heel erg interessant zijn op het moment dat die schade groot is. En je ziet dus ook dat dat herstel vooral wordt ingezet. daar waar die schade groot genoeg is. om die schade ook daadwerkelijk te beperken. Ah, maar dat is eigenlijk nou ja. een denkfout. Ja, want het betekent voor mensen met een lagere schade. Dat ze daarvoor helemaal niet in aanmerking zouden komen. Nou, precies. Dat is ook precies mijn bezwaar tegen ja. deze manier van denken. Je hebt namelijk de verplichting, juridisch gezien, om mensen terug te brengen in de situatie van voor het ongeval. Nou, als je bijvoorbeeld. Er is een grote groep met slachtoffers. waarbij de schade eigenlijk altijd vrij laag blijft. En dat zijn de bejaarden. Want bejaarden die hebben een vast inkomen. dat niet wordt aangetast door het ongeval. Dus laten we zeggen dat een bejaarde. dat er een lage schade is. We stellen vast 2000 euro. Um, maar stel je voor dat die betrokkenen um, als gevolg van het ongeval. Zelfstandigheid verliest. Je ziet toch heel vaak oudere mensen met een rollator. Nog steeds naar de, kunnen nog steeds zelfstandig boodschappen doen. kunnen nog steeds in het huishouden werken. En na een ongeval kunnen ze dat niet meer. Voor hen maakt dus herstel het verschil uit. tussen naar een verzorgingstehuis. of nog steeds zelfstandig thuis kunnen wonen. Kijk, als je dan zegt die schade is maar 2000 euro. Het hersteltraject kost 6000 euro. Als je dat benadert vanuit de schadebeperkingsvraag. Ja, dan, dan zeg je dat gaan we niet doen. Maar als je dat benadert vanuit het. De gedachte van je hebt de verplichting om mensen weer terug te brengen in de situatie zonder ongeval, dan moet je het wel doen. En die verplichting heb je. En het is voor iedereen beter. Ja, dat denk ik ook. De les is dat er veel dingen veel beter kunnen. De volgende keer gaan we kijken hoe het letselschadeproces precies verbeterd kan worden.